Even gezond beginnen en dan kunnen we aan de alcohol. Dit is mijn 18e Lowlands, ja. Mijn eerste keer Lowlands. Ja. Voor mij de derde keer. 15, 10 en 3. Ik haal mijn hele leven eigenlijk naar Lowlands. Want hoeveelste keer is dit voor jou nu? 15 of zo. 15e? Ja. Hoe oud was je dan dat je eerste was? Ik denk 2 of zo. Op de schouders van mijn vader. Ja, echt waar? Hier rondlopen. En hij dacht helemaal dat alle meisjes naar hem keken en zo. Maar ze keken natuurlijk naar het schattige baby of zijn schat. Ja. Eigenlijk is dit ons 15e jaar en we wonen vlakbij. Ik kom uit Ronten, ja, Beekhuizen. Ja. En eigenlijk was mijn plan om dit jaar niet te gaan. Maar gisterochtend dacht ik, ik ga wel. Toen heb ik een kaartje gekocht. En ik reed ik gisteren. De jeugd tegenwoordig. Een Major Lazer, Chef Special. Limp Bizkit was vanavond, volgens mij. Limp Bizkit, ja, dat is wel leuk. Dat is gewoon even iets wat je gezien moet hebben, zeg maar. Chef Special, Paolo Nutini, de jeugdvertegenwoordig. Mark Ronson. Chemical Brothers. En Major Lazer, uiteraard. Kendrick Lamar. Ja, Kendrick Lamar. Vanavond Underworld en morgen Chemical Brothers. Ja. En zondag Kendrick Lamar. En God weet wanneer dat ze spelen Interpol, ja, dat is toch wel heel erg leuk. Ik kom niet alleen voor de muziek naar Lowlands. Waar kom je nog meer voor dan? Ja, de sfeer. Gezelligheid, vrienden. Biertjes. Nee, maar we kopen meestal gewoon kaarten en dan zien we wel wat er komt. Het is altijd leuk. Maar dit jaar is het wel goed uitgevallen voor ons. Ja. Echt een goede line-up.